Baggeren Suriname Rivier is een project welke van start gaat op 2 maart 2020. Waarom moeten we Suriname Rivier baggeren? Het is al jaren bekend dat onze vaargeul niet meer voldoet aan de diepte die vereist is om dus de grote boten binnen te halen en de goederen natuurlijk die daarmee gepaard gaan. Het is van eminent belang. Het heeft een sociaal maatschappelijk, maar zeker ook een economische waarde om het uit te voeren. We verwachten daardoor dus dat wij makkelijker de rederijen, de afhandelaren, maar ook de andere stakeholders de mogelijkheid bieden om dus de goederen binnen te brengen. Maar ook voor de export is het van eminent belang. Denk aan staatsolie. Ook andere producten die uit Suriname moeten gaan. Dus van alle kanten, hoe je het maar ook wilt bekijken, het is van eminent belang om het uit te voeren. En natuurlijk, de burgerij zal ook straks merken. Het zal een beetje ver van hun bedshow lijken. Maar als je het goed benadert en goed analyseert, dan heeft elke burger in Suriname, maar ook alle andere stakeholders, daar heb ik het over de handelaren, de rederijen, het ministerie van Openbare Werken, MAS en havenbeheer, allemaal er baat bij dat dit project wordt uitgevoerd in Suriname. Het uitbaggeren van de Suriname Rivier is een heel belangrijk moment voor Suriname, de ontwikkeling van het land. Willen we de economie stimuleren, dan moet die rivier gebaggerd worden. En waarom is dat nodig? Omdat elke investeerder die naar Suriname komt, maar ook Surinaamse producenten, het eerste waarin ze geïnteresseerd zijn is, hoe kan ik mijn cargo op de goedkoopste manier vervoeren? En de goedkoopste manier voor vervoer is nog steeds via de waterwegen. U moet weten dat zeker 90% van alle transporten over de waterwegen plaatsvinden. En het is zo dat de beperking die we hebben in de Suriname rivier en eigenlijk ook in de andere rivieren, daarom zullen die ook te zijner tijd ook gebaggerd worden, is dat voor de monding van de rivier hebben we een bank. En dan zeggen we dus dat die diepte daar bij die bank is op dit moment 4 meter. Dus elke schip die naar binnen moet komen, moet daarmee rekening houden. Dus op die 4 meter ga je dan nog moeten optellen bij vloed, de stijging van het water. En dan heb je op dit moment rond de 6,15, 6,85 meter beschikbaar voor een schip die cargo gaat vervoeren. Of het is nou cement, of het is container, of het is auto's, of andere goederen. Dat schip moet daarmee rekening houden. Het probleem wat we nu hebben is dat we krijgen schepen met bijvoorbeeld een diepgang van 8 meter of 10 meter. Dat is dan de maximale beladingsgraad van zo'n schip. Maar door die beperking van die vaargeul op dit moment met die 4 meter kaartdiepte bij de monding van de rivier, dan heb je een beperking. Want je kan tot 10 meter laden, maar je bent beperkt tot maximaal 6,85 wat je zou kunnen beladen in zo'n schip. En dat is dus eigenlijk het probleem wat we hebben. En vandaar dus dat de rivier uitgebaggerd moet worden. Het gaat om een projectuitvoering. Het is in twee delen opgedeeld. Capital dredging noemen we dat. Dat wil zeggen dat we een jaar lang echt het gaan baggeren. Alles wat in de weg staat wordt weggehaald. In de diepte, maar ook in de breedte. En na een jaar hebben we dus gezorgd, contractueel met de baggeraar, dat er 5 jaren onderhoudsperiode aanbreekt om de vaargeul begaanbaar te houden. Dat alles kost natuurlijk geld, maar er is goed werk verricht. Ook door MAS is alles uitgezet. De regering staat garant. En dat geld zal natuurlijk terugbetaald moeten worden. En wat we dus nu gaan doen, is dat we in de eerste fase baggeren we de rivier naar 5,5 meter. Dan krijg je een nieuwe kaartdiepte van 5,5 meter, waardoor de schepen meer cargo kunnen vervoeren op de eerste plaats. En op de tweede plaats heb je dat schepen niet per se hoeven te wachten op hoogwater om de rivier binnen en uit te varen. De meerwaarde zit er ook in natuurlijk dat wij staatsolie moeten faciliteren. De boten van staatsolie moeten natuurlijk ook de mogelijkheid krijgen om daar langs te gaan. Daar heb ik het niet over alleen het binnenhalen, maar zeker dat staatsolie de mogelijkheid moet hebben om te kunnen exporteren. Het is nu op dit moment heel problematisch vanwege de diepte die er niet is.
Daar gaat er gewerkt aan moeten worden. En uiteindelijk zal dan natuurlijk probleemloos de diensten verleend kunnen worden. En dat zijn de zaken natuurlijk die we gaan uitvoeren daar. Het economisch voordeel is dat de vaartuigen meer cargo kunnen vervoeren. Maar ook hebben we een stukje werkgelegenheid, welke gecreëerd gaat worden door het baggeren. 1. Experts zullen getraind worden, experts worden gevormd om het hele proces van het baggeren te monitoren en uit te voeren. Verder hebben we de oliefonds. We hebben de oliefonds in Suriname, maar ook de oliefonds in Guyana. Dat betekent dat de cargo van met name die oliefonds voor de kust van Suriname, dat die cargo vanuit Suriname vervoerd gaat worden. Dus het wordt ingevoerd in Suriname en wordt weer uitgevoerd naar het boorplatform. Of we kunnen zeggen die boorplatforms welke we zullen hebben voor de kust. Dat zal een groot voordeel hebben, want het zal zorgen voor die economische bedrijvigheid voor Suriname. Ook als we kijken naar richting Guyana, ook, want als we goed kijken, dan zien we dat de beide olievondsten, die van Suriname, zijn eigenlijk allemaal in het westen van Suriname. Dat betekent dat die haven van Nikeri, die wordt ook heel belangrijk. Dus te zijner tijd, nou, ik moet het goed zeggen, want de minister van OWTNC heeft al de instructie gegeven, dat er ook een studie wordt uitgevoerd. Dat we in de toekomst ook die haven van Nikeri zullen moeten baggeren. Want mogelijkerwijs zullen die operaties ook via die rivier plaatsvinden. U moet het zo zien dat de rivier is niet overal even diep. En wat doet de MAS? We hebben dan onze afdeling hydrografie met de cartografen en de surveyors. En wat doen zij? Zij meten elk moment, elk jaar, zoveel als het nodig is, wordt de rivier gemeten. Om vast te stellen wat de diepte is. Dus daarom weten we dat de diepte bij de monden is op dit moment 4 meter. En wanneer we hebben gebaggerd, dan zullen wij dus weer moeten meten om vast te stellen dat inderdaad de uitvoerder van het baggerwerk dat dit werk correct heeft gedaan, dat het 5,5 meter. Dus je hebt twee groepen van mensen bij de man. We hebben de mensen die de rivier meten, dat zijn dan de hydrografen. Je hebt dan ook de cartografen die hetgeen wat gemeten is, moeten ze in de kaart overbrengen. En die kaart wordt dan gebruikt door de kapiteins van schepen die komen en door de loodsen van de MAS om veilig te varen op de Surinaamse rivieren. Het is belangrijk om ook aan te geven dat nadat is gemeten, de rivier is gemeten, worden ook markeringen geplaatst. Dat zijn boeien of bakens die worden geplaatst, zodat de kapiteins en de loodsen zich kunnen oriënteren op de rivier waar ze moeten varen. Want wat we willen is dat de brandstof, goederen, andere handelsgoederen, dat die veilig in en uit gebracht kunnen worden. En op die manier is Suriname dan ook een veilige haven. Ja, ik ben regering tak over tak een bagger om pura toko toko drapen. A toko toko zorgu tak de bigiboto no mapsa ai fasi. En of de man moest wachten till ik maste ide matakera watra level hi tak ik aan KNC. Maar asanat het chawan lo jugu if de product zou je gebruiken in akondere moest KNC. A prijzen ko hi natuurlijk. Maar ook toen wanneer unua exporteer en een lading biggie, dat je ziet dat problematisch. Denk je staatsolie, zei je produceert olie en am guatra kon er ook toe. Dus voor alle toezien, houden we een vaarlijk boom project. En uiteindelijk, allemaal in dat kon er ook op Oshia belang. Want het logisch is benaderen, dat niet, dat nono de massa is, dat de boto kon, moest spijt om morgen hier bedrag voor tjara boto KNC. Asan dat ook weer, a monidad de man af, paimoro te adesso farakba. Dus te u begin, 2 maart, dan natuurlijk binnen een bepaalde periode voor tak 5 is 6 moon, de sofara, tak a her pisdrape sa de foral in a passi, tak de botomuska en zee, dat na een monding, a pistori dat we poeren alvast, lek one of de eerste one. Natuurlijk, wan her jari go miti, wan jari, om het zo aan te geven vanaf begin, gomit wan jari, wo bagarazan, tak amaitan opo, en bakamayari,
We hebben een contract die 5 jaar voor onderhouden. Want die doen ze niet in onderhouding. Dus we hebben tabakken. Dus ano in de diepte van we krimen niet, maar we krimen ook in de breedte. Dat meer mogelijkheid de. En natuurlijk allemaal gangoluku. Je hebt een korte boto, een transport boto, een rocko boto, een passagiers boto. Maar als je geïnteresseerd bent, altijd. Ik kan gewoon een wie wil leggen uit dat je zoals een rocko. En soms er ook een pistorie die zie. Dus nou een project voor akondre, de regering de natuurlijk een verplichting voor zet een pistorie die zie, nou een problematiek om lossen op, om een tak te voeren en te zien naar moro, om tak ik babu naar nou om goeie actie. En dat na zijn zou we doen. En natuurlijk een gemeenschap leveren bijdragen door een geduld zal man bij Abi en nou we ook samen voor klaar een pistorie die zie.